In deze video gaan we kijken naar emigratie en immigratie. Oftewel Nederlanders die permanent naar het buitenland vertrekken en mensen uit het buitenland die naar Nederland toekomen om zich hier te vestigen. En daar horen verschillende kenmerkende aspecten bij. Eerst de emigratie. Want begin jaren 50 zien we dat veel Nederlanders, en hebben het echt over honderdduizenden Nederlanders, emigreren naar landen als Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, de Verenigde Staten ook en dergelijke. Ja, je ziet hier uh, de aantallen staan, hè, van, van een aantal landen in die, uh, in die grafiek daar. Ja, het gaat dus echt om heel veel mensen. Die uh, vaak per schip dus uh, ja, voor een nieuw bestaan in een nieuw land gingen. En waarom deden ze dat dan precies? Ja, een belangrijke reden ervoor was de grote woningnood die er was in de jaren 50, hè, na de Tweede Wereldoorlog. De, de bevolking groeide heel snel, er waren heel veel huizen verwoest en dergelijke. Dus uh, ja, de woningen waren schaars, waren daardoor misschien ook wat duur en mensen wilden ergens anders gaan wonen. Uh, daarnaast was het ook niet altijd even makkelijk om geschikt werk te vinden. Hè? En de, dan zie je dus dat, dat veel mensen uh, ergens anders werk gaan zoeken en daar een nieuw bestaan proberen op te bouwen. En er waren ook wel wat mensen die toch wel ja, een beetje bang waren van de hele internationale politieke situatie rondom de Koude Oorlog. Want ja, die Russen, het communisme, dat rode gevaar, zoals het dan in de, de media ook vaak naar voren kwam, ja, dat, dat was toch wel, uh, dat kwam toch wel heel erg dichtbij en zo. En dan kon je misschien beter toch maar, ja, niet zo dichtbij dat Oostblok zitten en dus beter in, weet ik veel, Nieuw-Zeeland of zo zitten, waar die dreiging van het communisme een stuk kleiner zou zijn. Oké, okay, dit is het emigratiegedeelte. Nu naar het immigratiegedeelte. Want waar er veel mensen vertrekken, komen er aan de andere kant ook weer veel mensen naar uh, Nederland toe. En dat heeft ook te maken met decolonisatie. En dat begint eigenlijk ook al in de jaren 50 en zelfs ook al in de jaren 40, aan het einde van die Tweede Wereldoorlog. Want uh, dan komen veel mensen uit uh, de voormalige kolonie Nederlands-Indië, wat, wat dus Indonesië is geworden in 1945. Ja, die komen naar uh, Nederland toe om zich daar te vestigen. En er zijn er twee groepen in het bijzonder, de twee grootste groepen. Dat zijn de zogenaamde Indische Nederlanders, dus mensen in Indonesië met Nederlandse roots. En ja, die, die twijfelden eigenlijk of ze nog wel een veilige toekomst zouden hebben in uh, zelfstandig Indonesië. Zouden zou hun Nederlanderschap zou ze daar niet op afgerekend worden of iets dergelijks? Ze hadden vaak ook nog een sterke band met Nederland. En ja, daarom achten ze het beter om dus uh, naar Nederland te komen om daar hun leven voor te zetten. En een tweede groep waar we het over moeten hebben, zijn uh, de Molukkers. Ja, en die hadden in de hele onafhankelijk van uh, Nederlands-Indië. hadden zij vaak gevochten aan de zijde van Nederlanders tegen de Indonesische nationalisten. En ja, daardoor dachten ze ook van: oei, ja, maar wij, wij, wij worden daarvoor uh, gestraft dadelijk. Er wordt wraak op ons genomen. En we willen ook helemaal niet in uh, dat Indonesische uh, leven. Want wij willen uiteindelijk gewoon een onafhankelijke Zuid-Molukse republiek hebben, de RMS. En uh, daar strijden wij voor. En uh, wij gaan naar Nederland toe, omdat Nederland ons daarmee. Kan helpen. Nou, en waar die Indische Nederlanders al, al heel snel goed ook in de maatschappij uh, opgenomen werden en dergelijke, was het voor die molukkers een stukje lastiger, maar daar zullen we later ook nog wel eens naar gaan kijken. Uh, een andere groep die, die, die veel later massaal ook naar Nederland zal komen, uh, dat zijn de Surinamers. Die komen in de jaren 70. In 1975 wordt Suriname onafhankelijk. En dat zorgt ook voor een, een, een grote stroom van uh, honderdduizenden Surinamers richting Nederland. Uh, want uh, die waren bijvoorbeeld bang voor uh, de toekomst van Suriname. Hè. Zou het uh, wel goed gaan met de economie als Suriname onafhankelijk zou zijn? Nou, Dat, dat, dat wilden ze niet afwachten en ze dachten dat ze hun toekomst economisch. Gezien zekerder zou zijn in Nederland. En ja, er woonden heel veel verschillende uh, groeperingen in Suriname. En ja, een aantal daarvan waren ook bang dat het misschien wel uh, voor spanningen zou zorgen tussen al die verschillende bevolkingsgroepen. Dat er ja, misschien wel in het ergste geval een burgeroorlog uit zou breken. Nou, die spanning die bleek compleet ongegrond, er was helemaal geen sprake van. Maar uh, ja, dat was dus wel ook een reden waarom uh, heel veel Surinamers richting Nederland trokken. Oké, okay, Indonesiërs aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, Surinamers halverwege de jaren zeventig. En ertussenin zien we een grote groep gastarbeiders die naar Nederland komt. En vanaf het einde van de jaren 60 komen er gastarbeiders. En nou ja, daar zit het woord arbeid in. Het heeft dus ook alles te maken met de industrie. Het gaat heel erg goed hè, met de Nederlandse economie, die bloeit en die groeit. Uh, maar daardoor dreigt er ook een tekort aan werknemers in uh, de Nederlandse fabrieken te ontstaan. En die gastarbeiders die moeten die tekorten opvangen. Hè. Dus, dus Nederlandse werkgevers, Nederlandse bedrijven, die gaan actief. Mensen werven om in de Nederlandse fabrieken te komen werken. Ze krijgen een tijdelijk contract, hè, een jaar, twee jaar. Kom hier werken, kun je goed verdienen, kun je daarna weer terug naar je eigen land, uh, zodat je met uh, mooi genoeg geld hebt om daar een uh, verder bestaan op te bouwen. Nou, in eerste instantie werden er heel veel arbeidskrachten geworven vanuit uh, Zuid-Europa, uh, Spanje, Italië bijvoorbeeld. En daarna volgden er grote groepen gastarbeiders uit Turkije en uit Marokko. Ja, en waar de gastarbeiders uit Zuid-Europa na een aantal jaar vaak eh, teruggingen naar hun moederland, bleven de Turken en Marokkanen in Nederland. Ze keerden vaak niet terug omdat de lonen in Nederland hoger lagen dan in Turkije en in Marokko. Dat de voorzieningen hier vaak ook van een hoger niveau waren. En eh, ja, die vestigden zich hier permanent. En die kregen op een gegeven moment in de jaren 70 ook het recht op gezinshereniging. Hè. Dus die mochten ook hun vrouw en hun kinderen overlaten komen, zodat ze weer bij, met hun gezin bij elkaar zouden zijn. Ja, en door al deze immigranten zie je dus dat de Nederlandse samenleving langzamerhand multicultureler begint te worden.